Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik samen met jullie een sneeuwmeel maken. Voor de basis van de sneeuwmeel gebruik ik deze papierblok van The Action. Dit is van dat stevige papier. En deze papierblok heeft allemaal verschillende designs. En op het papier zit aan de voorkant en aan de achterkant een patroon. En uit mijn hoofd is dit papier 30 bij 30 centimeter. Uit het papier snij ik 3 stroken van dezelfde afmetingen. Ik weet de afmetingen niet meer uit mijn hoofd, maar deze kunnen gewoon verschillen. Dus ik heb gewoon een beetje dezelfde maten aangehouden. De hoekjes die rond ik dan nog af, dat vind ik voor deze vorm het mooier. En ik leg de papiertjes op deze manier naast elkaar, zodat ik ze met een washi-tape aan elkaar kan maken als een soort van kaartje. Dus ik plak gewoon een washi-tapeje aan de voorkant en de achterkant, zodat je ze nog wel, dat je het als een boekje kan dichtklappen. Omdat het papiertje aan de beide zijden bedrukt is of een verschillend patroontje heeft, vond ik het wel leuk om het af te laten wisselen. Dus ik gebruik beide kanten van het papiertje. Hier zie je me dus de buitenkant ook nog vastplakken, om het wat extra stevigheid te bieden. Je zou dit ook gewoon met plakband kunnen doen, maar ik vond het fijn om washi-tape ervoor te gebruiken. Ik zoek nog even wat papiertjes die ik wil gaan gebruiken voor aan de binnenkant. Voor deze sneeuwmeel heb ik best wel veel lopen prutsen. Ik wist niet helemaal hoe ik het wilde doen en hoe ik het eindresultaat wilde hebben. Dus ik heb tussendoor, dat heb ik allemaal uitgeknipt, maar ik heb echt heel veel lopen prutsen met hoe ik de indeling van hoe ik de indeling wilde hebben van de sneeuwmeel. Nou, hier maak ik een papiertje op maat om er een envelopje mee te maken. Maar ook deze ging niet helemaal goed. Om de envelopjes te maken gebruik ik vaak mijn punchboard. Deze is van We Are Memory Keepers. Hier heb ik het ook al vaker over gehad. Ik vind het een hele fijne tool om te gebruiken om de verschillende soorten envelopjes te maken. Uiteindelijk vind ik het resultaat van de envelopje leuk geworden, maar ik had hem toch wel eerst anders in gedachten. Ik wilde hem dus, aan de lange zijde wil ik hem omhoog plakken, maar dan krijg je hem dus, krijg je gewoon een hele rare vorm, niet als een normale envelop. Maar voor deze sneeuwmeel vond ik het uiteindelijk wel een heel leuk effect geworden. Ik wilde ook een aantal plaatjes voor deze sneeuwmeel gaan gebruiken en daar gebruik ik dit boek voor. Die heb ik een keer gekocht bij de kringloop voor een klein prijsje en daar snij ik deze plaatjes uit. En deze gebruik ik gewoon om de binnenkant te versieren. Want ik wist niet helemaal hoe ik de binnenkant wilde gaan versieren. Ik wilde wel iets meer kleur toevoegen aan de sneeuwmeel, maar ik kwam er al snel achter dat ik niet echt wist welke kleuren ik hier nog bij kon toevoegen. Aangezien ik dat paarse wel wat gebruik en de achtergrond al heel erg grauw is. Dus het lijkt me wel leuk om deze zwart-wit afbeeldingen te gaan gebruiken. Deze snij ik dus nog een beetje op maat. Zodat die mooi op een van die pagina's past. Dus ik ben nu eigenlijk gewoon al de binnenkant een beetje aan het versieren. Het is dus eigenlijk gewoon wel een hele simpele vorm. Het is eigenlijk dus wel een hele simpele basis, zoals heel veel van mijn sneeuwmeels. En ik vind het gewoon leuk om op een creatieve manier de binnenkant een leuke, toch weer elke keer een andere vorm te geven. Wat ik al eerder vertelde is dat ik heel erg heb lopen prutsen met het begin van de sneeuwmeel. Ik wist niet echt wat ik met deze vorm wilde gaan doen. Ik had wel van tevoren een klein beetje een beeld in mijn hoofd. Maar
het lukte me niet om dat te vertalen naar deze vorm. Of in ieder geval, ik had wat voorbeelden gezien. En het lukte me niet helemaal te bedenken van hoe ik dit wilde gaan doen. Ook een beetje in mijn eigen stijl. Maar na lang proberen en testen is het me toch gelukt. Ik vind het eindresultaat echt super leuk geworden. Ik denk dat dit een van de leukste sneeuwmeels die ik heb gemaakt. Ik vind de kleurencombinatie gewoon echt heel erg leuk. Maar ook gewoon dat, ja, de zwart-witte afbeeldingen die erin zitten. Ik maak hier nog even een vakje waar ik wat goodies in kan stoppen. Want ik vind het altijd leuk om bij mijn sneeuwmeel wat stickertjes en washtape mee te sturen. En soms stuur ik ook dingen mee wat ik zelf heb gemaakt. Bijvoorbeeld een kleine illustratie of iets. Dus daar gebruik ik dit vakje voor. En ik vind de vorm wel gewoon heel erg leuk dat het zo'n punt heeft. Ik vind de sneeuwmeel gewoon leuk geworden omdat hij is heel erg minimalistisch. Maar er gebeurt wel gewoon heel veel. Door de ondergrond en de patroon van de ondergrond met de paar afbeeldingen op de voorgrond is het wel gewoon heel erg rustig. Dus ik ben hier nog een beetje bezig met de finishing touches. Plak nog een aantal washi-tape stickers. Dat vind ik gewoon een heel leuk resultaat geven. Dit zijn wel een van de laatste. Dus daar ben ik wel heel erg... Dat vind ik wel heel erg jammer. Dus waarschijnlijk moet ik binnenkort even weer wat nieuwe bestellen. Deze heb ik vooral op AliExpress besteld. Ik heb de buitenkant niet echt versierd. Maar die zou je dus ook nog bijvoorbeeld kunnen meenemen. Maar ik vond het wel gewoon heel erg leuk. Dat als je hem open doet dat het heel leuk versierd is. En de buitenkant gewoon heel erg minimaal. Dus dit is hem eigenlijk al geworden. Nou, zo ziet hij er nou uit. Ik heb er nog even een touwtje omheen gedaan om hem een beetje vast te binden. Het hoeft niet, maar je kan hem ook gewoon zo laten. Nou, dit is dan gewoon heel simpel de buitenkant. Je ziet die washtape er wel zitten. Maar ik vind dat wel heel erg leuk. Als je hem dan open doet, dan heb ik hem gewoon een beetje versierd. Ik heb wat vakjes erin gemaakt. En ik vind het langwerpige vorm, vind ik gewoon, ja, wel wat hebben. En dan, dit is dan het eindresultaat. En hier kwam ik erachter dat mijn shirt eigenlijk heel erg leuk matcht met de binnenkant van de sneeuwmeel. Dat paarse. Wel grappig dat ik daar aan het einde nog achter kwam. Maar dit is dan het einde van de video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort filmpjes zien, vergeet dan ook zeker je niet om te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van nieuwe video's. Ik plaats elke zaterdag een nieuwe video. Dus ik hoop jullie in de volgende video weer te zien. Doeg!